Nou, hebben we toch kerstfeest, kinderen van de Veenkerk. Ontzettend welkom. En ik heb mijn best gedaan voor een leuk kerstkleedje, maar jullie zien er ook prachtig uit. En ik weet zeker dat als de kinderen thuis dadelijk ook dit gaan zien, dat ze meteen naar hun kamer rennen en hun allermooiste jurk uit de kast trekken en in hun mooiste kleren naar de televisie of de iPad kijken naar jullie. Want het is vandaag echt kerstfeest geworden. Welkom aan jullie. En we hebben een special guest. En zijn naam is Simon. En jij gaat het hele feestje afsluiten op je trompet. Wij zijn zeer vereerd dat je ons met jouw aanwezigheid wil verblijden, Simon. En of je nou een kerstman bent of een elf, dat gaan we aan het eind van de... Omdat het kerst is, gaan we natuurlijk die allerlaatste kaars aansteken, die hoge kaars. En Eline, jij hebt een gedichtje. Kom maar even naar voren. Dan kan je dat eens even mooi voorlezen. Stralend is het licht van de kerstdag. Het pasgeboren kind ligt in het hooi. Het verandert de wereld nu al en maakt alles op aarde prachtig mooi. Dank je wel, kind. En Jasmijn, jij mag het doen. Dat is wel een hele bijzondere taak, joh. Goed zo. En nou alleen het aansteekkaarsje uitblazen en niet de andere kaarsen. Dat is nog het moeilijkst. Goed zo. Dank je wel. Nou was het natuurlijk het idee dat jullie alle liedjes, of althans een hele hoop liedjes van de kerstmusical met z'n allen hier in de zaal zouden gaan zingen. Dat zou een van de activiteiten zijn van het kerstfeest. Maar ja, dat is natuurlijk afgelast. Maar we hebben een soort van combinatietje gemaakt. Dus we gaan ook vanmorgen kerstversjes zingen uit de musicals. En jullie hebben een soort van top 3 gemaakt en die gaan we zingen. En de eerste die we gaan zingen is een heel mooi beginlied eigenlijk, Op reis. Dus ik wil eventjes mijn assistenten vragen om de geluidversterking mee te nemen. Jullie mogen gaan staan, kinders. Weer voorzichtig hier. Dankjewel. Nou, dat klonk toch wel weer goed. Want hoe lang is deze geleden? Weet je uit welke musical deze nog kwam? 2016. En toen heette de musical?
aan tafel met, of kerst met Ubuntu? Nee, het kerstverhaal. Het kerstverhaal, hè? Het kerstverhaal. Ja, en er was er ook een musical waar er een filmpje was van Luca en Olaf. Welke was dat toch ook alweer? Dat was Ubuntu, hè? Denk ik. Kerst met... Nou, jullie hebben er zoveel gedaan eigenlijk. Zo jammer, hè, dit jaar geen. Jij hebt er wel 3 gedaan, Christian. Maar wat wij ook hebben gedaan de afgelopen weken, en abrupt zijn we daarmee gestopt, is dat geweldige project over het Goed Nieuws project. Nou, hebben we daar wat beelden van. Dus dan gaan we eerst maar eens even naar kijken wat we zouden gaan zien met kerst. En dan kan Maud mij een beetje vertellen over dat hele project, wat het precies allemaal geweest is. Maar laten we eerst eens even kijken naar het beste nieuws. Een journalist van de Adventsbode is gisteravond plotseling gewekt door gezang. Oh. Ik lag net in bed, zo vertelt de journalist, toen ik plotseling mensen hoorde zingen. Stille nacht, zongen ze. Nou, dat was het dus niet. De wakkere journalist is natuurlijk meteen op onderzoek uitgegaan. Hij heeft vastgesteld dat het kerstfeest is aangebroken. Overal ter wereld wordt vandaag het verhaal verteld van de geboorte van Jezus. Zijn komst is wereldnieuws, want hij zal laten zien hoe God voor de mensen zorgt. Viert u vandaag ook kerst? Dan wenst de redactie van de Adventsbode u een heel mooi feest toe. Vol licht en vrede. Ja, de Adventsbode. Maud, kom er maar even bij. En pak maar even een van de microfoons. Want dit is de Veenkerk Goed Nieuws Adventskrant. Ja. Wanneer zijn jullie begonnen om die te maken? Nou, we zijn 29 november begonnen. En waarom op die dag? Omdat dan eerst de adventsdag is dat je gaat aftellen. Oh ja, dat je gaat aftellen. En wat was eigenlijk het idee daarvan, van die krant? Weet je dat nog een beetje? Dat je eigenlijk goed nieuws ziet. Dat je goed nieuws ziet. En, want er is nogal wat naar nieuws eigenlijk, hè? Ja, wij wilden alleen maar goed nieuws zien met deze krant. Nou, dan gaan we eens even kijken wat voor goed nieuws jullie allemaal hebben gezien. Want iedereen mocht het weekend de schoen zetten in Nederland. Dat was op zich wel goed. Hebben jullie dat ook allemaal gedaan? Ja. Ja? Ja? Zat er nog wat in? Ja. Ja? Niet dat de veters eruit waren? Nee. Nee? Ja, nee, dat weet ik niet. Dat kan. Naar de hockey. En toen heeft iemand 17-0 gewonnen. Ja. Was jij dat? Ja. Niet waar. Ja. Dat is toch geen wedstrijd meer? Nee, dat was ook helemaal niet leuk. Nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. En toen was het 6 december, hebben we net Sinterklaas uitgezwaaid. En toen hadden jullie allemaal sterretjes. En vragen kon je dan stellen aan iemand. Oh, je kon een mooie vraag stellen aan iemand. En jullie hadden 2 vragen voor mij, zag ik. Ja, deze 2. Nou, stel ze maar. Nou, waarom vind je het leuk om dominee te zijn? Waarom vind ik het zo leuk om dominee te zijn? Omdat het eigenlijk elke dag anders is. En ik hoef niet naar kantoor. Ik kan het allemaal lekker zelf bedenken. En ik heb zulke leuke mensen en kinderen in deze Veenkerk. Nou, dat kan alleen maar een feestje zijn. Dus ik vind het fantastisch. En hoe lang bestaat de kerk al? Ja, dat is een leuke vraag. Je zou denken vanaf het jaar 0. Hè, toen Jezus was geboren. Maar Jezus is wel geboren, maar die is nooit zelf een kerk begonnen. Die had alleen maar wel goed nieuws. En met dat goede nieuws van Jezus zijn andere mensen begonnen om de kerk te maken. Dus je zou kunnen zeggen, ongeveer vanaf, ja, Paulus, hè, weten jullie dat project nog van Paulus? Nou, Paulus is daar een beetje mee begonnen. Dus pak een beet zo'n 60 na Christus. Zo lang bestaat het al. Maar de Veenkerk bestaat 16 jaar? 16, hè? En toen was het 13 december. En wat gingen we toen doen? Zin in vakantie? Ja, alles wat je kon doen en
In de vakantie eigenlijk. En wat je kon wensen. En dat is een hele hoop. Er gaat iemand met borren lekker wandelen. In de sneeuw. Hè? Anouk? Hoi. Iedereen zit te wachten op sneeuw. Nou, wat denken jullie? Nee? Zullen we een bedje leggen? En ik zie dat er ook wel mensen naar de bioscoop wilden, maar ik ben bang dat dat er niet meer gaat worden. Maar we zijn wel hier. En dit is 20 december en dadelijk is het kerstochtend. Het belangrijkste is dus eigenlijk dat we allemaal onze ogen open houden voor goed nieuws. Ja. Dus als iemand van jullie nog denkt van, oh, maar dat was wel even goed nieuws van de week. Heeft iemand een voorbeeldje? Dan gaat één momentje van goed nieuws van de week. Nee. Nee, echt helemaal niks. Goed nadenken, goed nadenken. De vakantie duurt langer. Ja. Dat ik niet thuis hoef te werken. Maar na de kerstvakantie pas. Na de kerstvakantie hoef je pas thuis te werken. En jij, Daan? Dat wou jij ook zeggen. Ik ook. En heeft iemand nog leuke logeerplannen voor van de komende dagen? Ja. Speelplannen? Nee. Ja, Maud, wat ga je doen? Sorry, Anouk. Nee, want ik heb met twee vriendinnen afgesproken voor de logeerplannen. Oké. Dus dat is wel gezellig, toch? Ja, dan ben je eigenlijk heel blij. Wat zeg je liever? Ik heb slecht nieuws. En dat is? Ja, dat is jammer, hè? Mm-hmm. Ja, maar het goede nieuws is dat we er best goed mee om kunnen gaan. We draaien alles positief. We draaien alles positief. Zullen we gewoon lekker goed nieuws zegt het voort zingen met z'n allen? Ja? Perfect, ga maar weer staan. Lekker hard. Even een stukje naar voren. Even staan, Simon. Ja. Goed zo. Nou, heb ik een... Want bij kerst hoort eigenlijk ook altijd een kerstverhaal. En eigenlijk hoort er dan warme chocomel bij en marshmallows, dat soort dingen. En nou zit ik wel op een hele lekkere stoel. En jullie zitten met je billetjes op een harde bank. Maar dat gaan jullie vergeten,
zodra jullie dit kerstverhaal horen. Het gaat over Maxime. Lang, lang geleden, in de nacht dat Jezus werd geboren, was er een klein muisje met de naam Maxime. En nou hoop ik dat je niet bang bent voor kleine muisjes, want dit was een heel, heel vriendelijk muisje. Kijk maar. Ik vind hem schattig. Hij is schattig, hè? Hij heeft hele grote oren, die zijn een beetje kapot. En een lange staart en zijn snorharen zitten altijd een beetje in de war. Maar deze keer heeft Maxime zich net goed gewassen. En hij woonde in een heel klein holletje, vlak achter de open haard. Hij was altijd vrolijk en zong heel graag. Maar op een nacht werd hij plotseling wakker door een vreemd geluid. En hij kroop uit zijn holletje en hij keek naar de hemel. En de hemel was helemaal licht, terwijl het midden in de nacht was. Toen hoorde hij een gezang en dat was zo mooi. Het leken wel engelen. Maar misschien waren het ook wel engelen. Maxime wilde wel eens weten wat dat allemaal was. Dus hij rende naar zijn vriend, de duif. En die had boven in de boom een heel goed uitzicht op alles wat er gebeurde. Kijk aan. Met zijn helm op. Ja, maar je weet me nooit als je ergens tegenaan vliegt. Wat is dat allemaal voor geluid? Vroeg Maxime aan de duif. Oh, er is van alles, roekoerde de duif. Er is een baby geboren in Bethlehem en het lijkt erop dat iedereen daar nu naartoe gaat. Jee, Bethlehem, antwoordde Maxime zachtjes. Dat is een end weg. Denk je dat het voor mij de moeite waard is om te gaan? Oh, zeker wel, roekoerde de duif terug. Ik denk dat het een hele bijzondere ervaring zal zijn. Dus daar ging Maxime. Er waren natuurlijk geen treinen, geen bussen in die dagen. Dus hij moest rivieren oversteken en een hele hoge heuvel overklimmen. Allemaal in zijn eentje. Het was echt ontzettend ver. Uiteindelijk bereikte hij de stal en hij stond in een veldje vlak achter de stal. Hij was natuurlijk helemaal uitgeput en helemaal smerig geworden ook onderweg. Dus hij likte zichzelf een beetje schoon en hij streek zijn snorharen weer glad en hij wilde naar binnen stappen. Hola, mee, hoorde hij achter zich en daar stond een schaap. Hij is helemaal vies. Waar denk jij naartoe te gaan? Blerde het schaap. Ik ga de baby bewonderen, antwoordde Maxime blij. Maar mag ik met jou mee? Misschien, dan gaan we samen. Heb jij een cadeautje dan? Blerde het schaap. Nee, zei Maxime bedremmeld. Nou, dan kun je niet met me mee. Blaat het schaap vinnig. Maar wat heb jij dan voor cadeau? Vroeg Maxime nieuwsgierig. Ik heb wol voor de baby, om lekker warm te houden. En parmantig stapte het schaap de stal binnen en liet Maxime wat verbaasd achter. Terwijl Maxime aan het bijkomen was van deze teleurstelling, hoorde hij weer pootstappen achter zich. Moe! Oh, hallo mevrouw Koe, zei Maxime. Hoe is het met u? En waar gaat u heen? Ik ga nergens heen. Oeh, ik kom juist aan. Oeh, antwoordde de koe. Ik kom om de baby te bekijken. Oh, leuk, zei Maxime. Mag ik dan met u mee? Heb je een cadeau dan? Nee? Oh, dan kun je niet met me mee, antwoordde de koe. Want ik heb, wat denk je dat de koe heeft? Melk bij me voor de baby als die honger krijgt. En zo waggelde mevrouw de koe de stal in. En Maxime werd er echt heel, heel erg verdrietig van. Helemaal toen hij allemaal vrolijke geluiden uit de stal hoorde komen. Iedereen had plezier daarbinnen. Oh, kijk, wie is dat? Mevrouw Tok. Mevrouw. Tok, 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 tok. Daar kwam een kip aangetippeld. Ha, kip, riep Maxime opgelucht. Mevrouw kip, voor jou, antwoordde de kip ernstig. Oh, sorry, mevrouw kip. Wat een verrassing u hier te zien, zei Maxime. Oh, dat is helemaal geen verrassing hoor, zei mevrouw kip. Ik kom regelmatig op kraamafdelingen. Ik vind het enig om baby's te bekijken. Ja, ik dus ook, zei Maxime.
Kunnen we niet samen naar binnen dan? Want ik ken helemaal niemand. Heb je een cadeautje bij je, muisman? Vroeg de kip. Nee, niet echt. Nou, blijf dan maar buiten, want ik heb eieren meegenomen. Dat zijn mijn cadeaus. Eieren? Maar ik zie helemaal geen eieren. Ja, ik moet ze nog leggen, Suffie. En weg tippelde de kip. Ja, het duurt nog heel lang. Maxime werd verdrietiger en verdrietiger. Hij wilde zo graag naar binnen, maar hij wist gewoon niet hoe. Dus hij ging maar een eindje wandelen. En uiteindelijk stond hij recht voor de deur van de stal. En hij keek op en je raadt nooit wie hem daar in zijn gezicht staarde. Grrr. Wie is dat? Dat is mijn hond. Ja, dat is Nelson. Een hele grote hond. Een hele grote hond met hele vieze adem. Die blies over Maxime heen. En waar ben jij naartoe te gaan, kleine opdonder? Brieste de hond. Hé, waarom is dat? Ja. Ik kom alleen maar de baby bewonderen. Echt waar, echt eerlijk waar. Jij komt de baby bewonderen, waar is je cadeau dan? Dat heb ik niet. Nou, waar kom je er niet in? Woef. En met een enorme zwaai van zijn poot sloeg de hond Maxime een end weg. En Maxime kwam met een plof neer aan de zijkant van de stal. En hij hijgde en hij pufte van angst. Arme, arme Maxime. Hij had een hele reis gemaakt en zijn kleren waren vies en had allemaal bezoekers gesproken die wel allemaal de stal ingingen. En hij hoorde binnen zingen en hij was mishandeld door een uit de kluiten, gewassen hond. En nog steeds kon hij niet naar binnen. Excuus. Maxime was heel erg verdrietig en hij begon heel zachtjes te huilen. Jullie zijn nu ook bijna aan het huilen, hè? Ja. En een hele grote traan biggelde langs de snorharen. En ik weet niet waarom, maar hij keek ineens naar boven. En hij keek naar de muur van de stal. En hoewel alles eigenlijk donker was, zag je een heel klein gaatje. En er kwam licht doorheen. En Maxime begon omhoog te klimmen naar dat gaatje. En hoe hoger hij kwam, hoe harder de wind ook leek te waaien. Het was een hele koude winterwind. En uiteindelijk kwam hij bij het gat aan. En hij stak eerst zijn hoofd erdoor. En toen zijn lijf. En toen duwde die, maar hij bleef halverwege steken. Zijn billen en zijn staart, die bleef aan de buitenkant hangen. En het duurde wel eventjes voordat zijn ogen gewend waren aan het licht in de stal. Maar toen die gewend waren en hij hing daar zo aan zijn dikke billen in dat gat. Toen zag hij Maria. En Maria keek naar hem op. En ze gaf hem een knipoog. En ze aaide de baby over het bolletje. En ze stootte Jozef aan en ze wees hem op dat hele kleine muisje daarboven in het gat. En Jozef gaf hem ook een knipoog. En die zei, dank je wel, kleine vriend. Maxime snapte er helemaal niets van. Waarom zou Jozef hem nou bedanken? Maar toen realiseerde hij zich wat hij gedaan had. Dat kleine gat, zie je, dat was veel te hoog voor Jozef om bij te komen. En om dicht te maken. En Jozef en Maria waren heel erg bezorgd dat Jezus het koud zou krijgen door de tocht die door dat gat naar binnen kwam. Maar toen Maxime met zijn dikke billen vast bleef zitten in dat gat, was er ook geen koude tocht meer. En Jozef en Maria hoefden zich geen zorgen meer te maken. Kijk eens, vanaf zijn perfecte plekje kon Maxime alles zien wat er gebeurde in de stal. Hij zag alle dieren hun geschenken geven en zag ook nog dat er mensen binnenkwamen, een beetje vieze mensen en ook hele schone mensen. Tenminste, zo roken ze. Ja, maar ja, die is alweer weg. Maxime bleef de hele nacht in het gat in de muur zitten. En in de ochtend was de wind gaan liggen en zonder enige moeite klom hij uit het gat en kroop langs de buitenmuur van de stal naar beneden. En hij reesde naar huis. En zijn vriend de duif, die zat op hem te wachten. Nou, zei de duif.
Ik heb een schaap gesproken, zei de duif, en een koe en een stinkende hond. En allemaal zeiden ze dat je de stal niet in mocht. Ah, omdat je gek dood had. Ah. Oh, maar ik was er wel hoor, zei Maxime. En ik heb de baby gezien. Wat heb je Jezus dan gegeven? Vroeg de duif nieuwsgierig. Ik gaf Jezus mijzelf. Net zolang als dat hij me nodig had, zei Maxime. En hij kroop in zijn eigen warme holletje en ging tevreden slapen. Nou, en dit is waar het verhaaltje eindigt met de woorden van Maxime. Ik heb hem mezelf gegeven. Net zolang als dat hij me nodig had. Wat is er? Nee, nee, dit is nog steeds de kerststal. Maar misschien dat Maxime nog één keer in beeld kan. Je weet het niet. Misschien. Ja, kijk eens. Ja, nou daar is vlak bij zijn hol. Vlak bij zijn hol is die nu. Maar ik denk dat er eigenlijk geen mooier cadeau is om te geven. Om jezelf te geven aan iets of aan iemand als een vriend of een vriendin. Dus daar gaan we zo meteen over nadenken. Maar we gaan eerst zingen. Het is namelijk kerstfeest voor iedereen. Ook voor Maxime het muisje. Dat was uit Ubuntu, volgens mij. Nee? Bomen te koop, echt waar? De laatste kerstboom? Serieus? Nou, ik dacht echt zeker te weten. Nou, tjonge, zie? Nou, weet ik, het is duidelijk dat ik ook dingen niet helemaal goed weet. Fijn, hè? Ja, ja. Moet je niet te hard zeggen dat dat fijn is. Lieve kinderen, we zijn een beetje aan het einde gekomen. Maar we gaan eigenlijk een beetje, zoals in het verhaaltje met Maxime het muisje, gaan we onszelf uitdelen. Maar ja, niet iedereen heeft zulke dikke billen die je in een gat kan steken. Maar we hebben allemaal wel bijzondere talenten. En
Kun je eens nadenken met wat jij heel goed kan of wat je heel leuk vindt om te doen, wat je voor of aan iemand anders kan geven of doen. Wie weet iets? Misschien kan je lekker koken. Nee. Nee, jij? Ik kan mooi kleuren. Jij kan heel mooi kleuren, dus je kan een mooie tekening maken om iemand heel blij te maken. Christian? Ik kan dwarsfluiten. Wat zeg je? Ik kan dwarsfluiten. Jij kan dwarsfluiten, dus je kan muziek maken om iemand blij te maken. Nou, wie nog meer? Jij kan trompet spelen, dus jij kan muziek maken om iemand blij te maken. Wil je dat voor ons gaan doen, Simon? Simon gaat het laten zien. Gaan we zo verder. Een kleedje, want dat is altijd als het er een beetje uitkomt, hè, vocht uitkomt. Wat ga je voor ons spelen, Simon? Kling, klokje, klingelingeling. Blaas hem eerst maar even in, geef niks. Klinkt goed. Groot applaus. Het ging zo goed dat er zelfs al kinderen wilden meezingen, Simon. Er gingen zelfs al kinderen meezingen. Weet je wat ik hier heb? Want dat is eigenlijk wat we allemaal voor elkaar kunnen doen. Nou, als je dus iemand weet die zegt van nou, ik ben een beetje verdrietig of een beetje alleen. En met deze kerst zitten er veel meer mensen alleen, omdat we natuurlijk niet met z'n allen meer gezellig samen kunnen. Ja, met z'n drieën, hè? Hoe gaan jullie dat doen? Weten jullie hoe dat thuis gaat? Nee, ik ga gewoon... Gewoon jullie alleen met z'n vieren? Komt geen visite? Nee? Nee, met oud en nieuw gaan naar mensen toe. Met oud en nieuw gaan jullie naar mensen toe? Ja, wij ook. Jullie ook? Dus komt er bij iemand visite met de kerst? Ja? Wie komt er bij jou, Daan? De eerste kerstdag komt mijn tante en oom en mijn oom. En de tweede kerstdag gaan we naar mijn opa en oma met mijn tante. En mijn nichtje en mijn vader en elkaar en mijn oom. Oké, dus dat is precies binnen de regels. Daar hebben jullie goed over nagedacht, zeg. En jij, Simon? Kijk, dat is ook precies binnen de regels, hè? En wat denk je dat leuker is? Hoe gaat het bij jullie, Christian? Bij opa en oma. Alleen opa en oma, ja. Maar wat is nou leuker, als je met heel veel mensen zit? Of ja, vind je dat leuker? Of ja, dat je eigenlijk met een paar maar bent? Heel veel. Oh, dan ben je ook met Anouk. Ja, ja, dat is je niet. Ja, dat snap ik. Nou heb ik kerstengeltjes, die zijn mijn assistenten. Die hebben ook zo'n mooie rok aan als ik. En die moeten ook in beeld, want anders ben ik de enige die deze rok aan heeft in beeld. En die gaat jullie een lichtje geven. Want met dit lichtje kunnen jullie misschien bij iemand langsgaan. En dan geef je dat en dan zeg je ook jij kan een lichtje zijn voor een ander. Dus allemaal een beetje, dit lichtje is eigenlijk een beetje een soort van de dikke billen van Maxime de Muis. Zonder dat je het weet, kan je er voor iemand zijn. Kijk eens, engeltjes. Hoe is met jouw dikke billen? Ja, die zouden wel eens goed passen, hoor. Kijk eens, doen we dat even samen. En als iedereen een lichtje heeft, dan gaan jullie even staan en dan zwaaien we in de camera naar iedereen die thuis heeft zitten kijken. En misschien kunnen we dan gewoon langzaam afsluiten met nog één keer, het is kerstfeest voor iedereen. Als je nu arm bent
Ga maar staan en zwaai maar. Zeg maar vrolijk kerstfeest in de kamer. Vrolijk kerstfeest. Vrolijk kerstfeest.